Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Likra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Beter presteren op een vegetarisch dieet. In de Netflix-documentaire The Game Changers zweren allerlei topatleten bij een vegetarisch of zelfs veganistisch dieet. Volgens de makers is het een hardnekkige mythe dat sporters vlees nodig hebben voor hun prestaties en herstel. Atleten zouden zelfs beter gedijen op een volledig plantaardig dieet. Kan een atleet zijn stukje vlees inderdaad beter links laten liggen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, daar zitten we weer. Ja. Je publiceerde kort geleden, februari 2020, een artikel in Sportgericht, het vakblad voor bewegingswetenschappers, coaches en iedereen mm -hmm. die. Uh, Professioneel met sport bezig is, zou ik oh. zeggen. Mm -hmm. um, over de Netflix-documentaire Game Changers. Wat was voor jou de aanleiding om dit artikel te gaan schrijven? Het is eigenlijk een, een recensie van, uh, van die documentaire. Ja, uh, heel maf. Ik uh, was uh, aan het eten met de, sport, uh, de sportgericht-redactie. En uh, begon ik net aan mijn stukje vlees. Uh, toen liet iemand uh, iets vallen over ja. Je, je gaat beter sporten hè, op een vegetarisch dieet. Wel deels met een knipoog, maar een beetje van, hmm. Ja, heb jij de Game Changers nog niet gezien dan? En toen vroeg ik, uh, oh ja, een beetje vaag van oké, okay, was dat Netflix? Inderdaad, gaat het over die vegetarische topsporters. Ja. En toen, uh, toen besloten we eigenlijk te plekken van ga, ga hem zien. Uh, en schrijf daar maar een recensie over voor onze lezers. En dat heb ik dus gedaan. Uh. Ja, interessant. Nou, in deze podcast gaan wij op zoek natuurlijk naar het antwoord op de vraag: is het zinvol of onzin? Om voor sporters om te switchen naar een vegetarisch of zelfs veganistisch dieet. Ik ja. ben heel benieuwd waar we op uitkomen en we gaan klassieke langs topsporters wetenschappelijke studies. Uh, maar laten we bij het begin beginnen, zoals altijd. Deze documentaire, hij kwam uit in 2019. Ja. Ik heb hem op jou aanraden. Inmiddels zelf ook bekeken. Ja. Voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, uh, wat zien we? Waar gaat hij over? Wat zien we? Dat gaat over een, een MMA-vechter. Ja, een mixed martial arts ja. vechter. Ja. Dat is natuurlijk ook een tak van sport waar ik niet zo bekend mee ben. Die raakt geblesseerd. Een Engelsman is het. Of een Ier. Ja. En uh, dat is eigenlijk het beginpunt. Uh, en dan vanuit die, dat herstel heb je het weer. Hè? Hij moet herstellen. Hij wil weer uh, kunnen presteren. Ja, duikt hij in uh, wetenschappelijke studies, boeken. Uh, en nou, we volgen eigenlijk die man in zijn hele traject, in zijn zoektocht. Naar zijn manier om beter te herstellen. En dan haalt hij. Uh, nou ja, persoonlijk... In dit geval herstellen, niet zozeer van een ja. training, maar van een blessure. Hij, wil, ja. hij heeft zijn, geloof ik, zijn kniebanden afgescheurd en dan wil ze snel mogelijk weer terug ja. op topniveau. En hè? hij haalt dan uh, heel, nou, al van alles erbij. Waar uh, met, met voor mij in ieder geval de boodschap die. Ja, waar ik toch uh, te dik misschien bovenop ligt. en waar ik ook mijn recensie wel over geschreven heb. Waar ja, dit nog wel wetenschappelijk is, of dat hij toch erg aan, aan uh, cherrypicking doet en uh, uh, van ja, is eigenlijk een vegetarisch of een plantaardig dieet, is dat niet gewoon beter voor topsporters, of om, om goed te zijn in, in het sporten, voor atleten, dan uh, ja, een, een dieet met vleesproducten. Ja, en we zien hem op een reis langs van alles. Hij begint ja. bij de gladiatoren, waarbij in de botten veel meer strontium ja. zou zitten. Wat zou aantonen dat eigenlijk de Romeinse gladiatoren het. Toonbeeld van kracht en atletisme Precies. al vegetariërs ja. waren. Ja. En zo zien we hem langs een reis, langs allerlei witte jassen en topsporters. Ja. Hij, hij draagt heel veel voorbeelden aan van mensen die altjes uh, citjes fortjes, zeg je ook altijd. Ja. Hè? Hij ja. heeft een gewicht die sterker is dan ooit. Een, een, een vrouw op de fiets die sneller is dan ooit, op een hogere leeftijd dan ooit. En die blijken allemaal helemaal veganistisch te zijn. Ja. Hoe heb jij dit. Aangepakt. Heb je puur een recensie geschreven op wat vind ik van die film? Of ben je gaan factchecken? Ik, uh, meer dat laatste. Ik zit dan toch, als uh, ik weet in mijn achterhoofd, als ik, als ik die uh, ga kijken, hier moet ik een stuk over schrijven. En wel uit, ja, uit, uit monden van de wetenschapsjournalist. Het, en ik heb zelf dan mijn achtergrond eigenlijk op uh, gebied van hart- en vaatziekten. Ja. Daar heb ik zelf het meeste onderzoek aan gedaan. En ja, in dus, jouw tijd dat jij zelf nog ja, wetenschappen was. En dus ja. daar ben ik met name dan gespitst op. En ik moet zeggen, ja, daar kijk je toch net even anders. Ik heb hem daarna nog een keer gezien. En dan ja, wat neutraler misschien, wat ontspannender. Uh, in ieder geval niet, niet beroepshalve uh, gekeken. Ja. En ik moet zeggen, ja, die speurtocht, toch. Dat doet hij heel, heel mooi natuurlijk. Inderdaad, dat zou jij om te beginnen. Ja. Het is een vermakelijke film. Zeker. Top. En uh, de, op zich wel. Aan te bevelen vind ik voor iedereen. Ja. Uh, die, uh, ben ik het mee eens? Ik heb uh, hem van het weekend gekeken. Worth your time. In de tussentijd ben ik natuurlijk ook wel wat recensies gaan lezen op internet. En met name de, van, van de wetenschappers hierop. En dan uh, ja, dan word je toch uh, bewust van het feit dat die wel af en toe de boel zit te manipuleren. En dat je bij een hoop uh, zaken uh, je af kan vragen: van nou is dit niet allemaal iets te kort door de bocht? Okay. Bijvoorbeeld om terug te komen over dat, die gladiatoren. Ja, laten we daar beginnen. Ja. Want daar begint eigenlijk zijn eigen Precies. fascinatie. Dus hè? zij vinden inderdaad in die botten: strontium is, de hoeveelheid strontium is dan een aanwijzing een, een voor het bestandsdeel. Ja. Ja. En eigenlijk met veel strontium dan veel plantaardig voedsel. En met uh, weinig, weinig. Dat is eigenlijk het idee. En uh, dan blijkt inderdaad het erg logisch te zijn dat die uh, lieden ook veel planten zullen eten omdat uh, het uh, energieverbruik van hun uh, is enorm. Dat is ja. nou, 6.000 uh, kilocalorieën per dag. Dat is vergelijkbaar eigenlijk met Tour de France uh, yes. renners. Ja. Dus die moeten hun energie ergens vandaan halen. En nou ja, wij weten dat energie komt uit koolhydraten met name. Hè? Ja. En dan een beetje vetten. Uh, daar voel je hem al aankomen. Uh, en de eiwitten die met name in vlees zitten... Die uh, ja, dat is voor de eiwits, met name voor de opbouw van, van je spieren, etcetera. ook belangrijk. Ja. Maar puur brandstof, die calorieën, die moet je uit de koolhydraten gaan halen. Een gladiator, uh, die gladiatoren. Ja, ja. Ja. ja, nou, zij hadden in die tijd volgens mij geen uh, geraffineerde suiker of allerlei <laughs> uh, kant-en-klare jelletjes, pasta, noem maar op. Dus die moesten linksom of rechtsom op zoek naar bronnen. Naar suikers. Ja, en die haal je dan toch uit, uit, uit tarwe bijvoorbeeld. Dus jij zegt eigenlijk deze uh... eerste conclusie... daar is waarschijnlijk omgekeerde causaliteit... I zoals ze al zeggen. Dus ja, het klopt dat ja. zij heel veel planten aten... maar ja, dat wil niet zeggen dat ze geen vlees aten. Precies, dat is. begint... Want voordat ja. we dit helemaal gaan ontrafelen... Ja. laten we even, toch even een, een, een spoiler voor de eindconclusie... Die eindconclusie van deze film is overduidelijk. Je bent wel gek als je ooit nog een hap vlees <laughs> in je mond stopt. Want ja. het is uh, hartstikke ongezond voor je. Is die conclusie omstreden? Uh, ja, of is de wetenschap he het hierover eens? Nee, het heeft allemaal met verhoudingen te maken en met hoeveelheden, et cetera. Kijk, de, volgens mij, de wetenschap zegt al 20, 50 jaar lang: eet gevarieerd. We hebben ja. niet voor niks die, die schijf van vijf. Ja. En daar hoort ook uh, groente en fruit bij. Ja. Ik en niet bedoel, zo weinig ook niet. Nee. nee, alleen het beeld wat hier geschetst wordt. En dat is wel heel erg alsof, dus mensen die vlees eten. dat die dus die variatie niet kennen. en, en zweren eigenlijk bij alleen maar vlees. Ja. Want dan, uh, dan, dan komt inderdaad het beeld naar voren van die American Football voetbalspelers en ja. dan zie je zo'n coach uh, uh, iets zeggen. ja, ze hebben geen flauw benul eigenlijk van de voedingsleer en denken dat vlees hun energie geeft ja. daar heb je hem weer ja vlees eet je met name voor de eiwitten ja en dan even denk... even zij voordat we hierop verder gaan vlees eet je met name voor de eiwitten kan je ook eiwitten zeker ook voor spieropbouw uit plantaardige bronnen ja. halen zeker ja, ja toch ja ja, ja dus Bonen, dit hoeft je niet we hebben al eerder aflevering ja. over voeding aangeraakt waar eiwitten vandaan komen maakt niet dan uit dan maakt die bron maakt voor, voor het lichaam niks uit toch Is een kleine nuance daar dat de studies wel laten zien dat het, het dierlijkse voedsel wat makkelijker is en wat uh, efficiënter. Dus die eiwitten die worden afgebroken in aminozuren, daar ja. gaat het eigenlijk om. Vanuit die aminozuren worden weer eiwitten aangemaakt. Ja, en dat de de aminozuren uit, uit bijvoorbeeld een glas melk mm -hmm. of een stukje uh, bierstuk. Die is precies de goede mix van de aminozuren en die wordt door het lichaam ook wat makkelijker, sneller opgenomen. Oké. Okay. En uh, dan ook vervoerd naar met name de, de spieren, de weefsels die nodig hebben voor die spieropbouw, Ja. dan met plantaardige bronnen. Dus het is bijvoorbeeld het vergelijk is dan van je moet dan precies dezelfde hoeveelheden aanbieden en dan kun je je al voorstellen dat een glas melk een stuk makkelijker te behappen is dan een glas uh, linzen. Ja. En dus die studies laten ook zien dat het, ja, je moet wel even goed nadenken van, ja, als je, als je puur voor plantaardige eiwitten gaat, en dan noemen zij het in die serie, vertaals ook als proteïne, ja. dat is gewoon eiwit natuurlijk. Ja ja, 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 ja. Zo doe je dat in die wereld. Ja. Dat het, een ja, je moet even een goede mix vinden van die plantaardige eiwitten. En, dan, uh, en dat is met dierlijk voedsel wat makkelijker. Als je gewoon melk neemt en een stukje vlees, dan heb je in principe al die. Belangrijk wel te pakken. Lucine is bijvoorbeeld een belangrijk voor die spieropbouw. Ja. Dat is even net wat ingewikkelder en gaat minder efficiënt waarschijnlijk. Dus je moet misschien iets meer van die eiwitten eten. Ja. Dat, dat laat het al de wel. studies zien. Maar het kan, het kan prima en vooral voor amateursporters. Exact. Dus het, het is ook een beetje misschien gemak van dat vroeger topatleten dachten: ja, dan moet ik allemaal precies gaan nadenken hoeveel eiwit zit daar in welke aminozuren. Dan moet ik dat er nog bij nemen. Dat, dat iets ingewikkelder maakt. Maar eigenlijk is het gewoon prima met een plantaardig dieet uh, te nemen voor je Eiwitten uh, Als amateur. Ja. ja. Omdat je niet zo scherp op de randen Precies. van je dieet. Je. Ja. Terug naar die merken, voetbalspelers, die ja. hebben allemaal volgens deze documentaire, denk, al, denk elke topatleet ja. in Amerika dat hij alleen maar kip en biefstuk moet eten. Dat, dat, dat is dus dan, ik denk, maar elke atleet weet dit toch? Ja, misschien, ja, ik, ik heb makkelijk praat als, als uh, iemand die ooit medische biologie heeft gestudeerd en, 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 en uh, wetenschap, journalistiek van, van sport. Ja. Als, als zijn beroep heeft. Maar dit, dit denk ik, ja, sla elk uh, blaadje over uh, de duursport open. En je weet in. En we ieder snappen val, dat de energie niet uit eiwitten nee. komt. Nee. En dus dat, maar ja, dat is toch iets. Uh, misschien merken voetbalspelers, dat zijn natuurlijk uh, stoere kerels en uh, misschien ja, toch dat andere opleidingsniveau. Maar dat hakt er bij, bij hun toch stevast voor de wedstrijd... in ieder geval dat uh, die suggestie wordt gedaan... even uh, ja, een, een bucket met uh, kipnuggets eten of iets dergelijks... want uh, daar halen wij onze energie vandaan. Ja. Ja. Dus dat is stap één in een documentaire waarvan je zegt... oké, okay, wat is hier nou eigenlijk de boodschap? Dat ja. je koolhydraten moet eten en dat koolhydraten uit planten komen... ja, prima, weet je wel. Dat ja. nog geen, geen inzet. Maar dan gaan ze verder. Ja. Want ze gaan op een reis... Om mij te vertellen dat vlees eten zelfs ongezond ja, voor me is. Ja. En ik krijg, nou, ik heb jou ook toen ik zat te kijken, de, de, de titels van wetenschappelijke papers vliegen door het scherm. Ja. En uiteindelijk komen ze tot de conclusie. Nou, jij zegt bijvoorbeeld: ik weet veel van hart- en vaatziekten. Mm -hmm. Ik krijg te zien dat als ik vlees eet, dat dat mijn bloedplasma vertroebelt. en ja. dat daarmee mijn aderen dicht slippen. Ja. Dichtslippen. ja. En dat, is, uh, ja, dat doen ze natuurlijk heel... Uh... Als dat zo is, ik, ik, ik moet zeggen dat deels ja. ze bij mij blijven hangen. Ja, Volgens dat denk beeld. ik. Nou, als zij doen dat uh, ja, natuurlijk heel, heel netjes. Eerst laten ze een bloedvat zien... Ja. wat uiteindelijk helemaal dicht uh, klontert met, ja. met vet. Ja. En dan praten ze over dysfunctie. Nou, endotheel dat is toevallig... Ja, dat is een het tweede onder... aspect, hè? Dat over ja. de adervernauwing of ja. juist aderverruiming. Ja. En dan krijg ik te horen dat als ik plantaardig eet... dat mijn aders van natuurlijke wijze wijder <laughs> ja. worden. ja. Ik zie heel sceptisch lachen. Ja, niet waar? Nou, de, heel kort door de bucht gebocht. Kijk, die en is toevallig de binnenbekleding van bloedvaten. Daar heb ik echt onderzoek naar gedaan. Ja, daar weet je, toevallig en niet dat van is een, een super uh, dynamisch geheel met stofjes die de boel verwijden, die het bloedvat verwijden en eigenlijk ook weer uh, samentrekken. Ah, helemaal afhankelijk van. Hoeveel bloed moet er uiteindelijk jouw orgaan, orgaan ontvangen? Ja. Hoeveel zuurstof, daar gaat het uiteindelijk om. En is het maar goed ook dat, dat dat vat moet continu afwegingen maken. Want je hebt maar een beperkte hoeveelheid bloed. En dan moet de hele tijd. Je hart de hart moet rondpompen, ja. et cetera. Dus het is helemaal goed dat dat dicht af en toe kan contraheren. Dus samentrekken zo'n vat. Uh, dat is één. En dan praten ze over. En het is wel een gegeven dat na afloop van een een ham, uh, hamburger dieet uh, die of een, een vetrijk dieet, dat die endothelfunctie... iets verminderd is. Ja, dat is aangetoond. Ja. Er zijn wetenschappelijke studies ja. die dat aantonen. Um, ja. Maar dan denk ik nog steeds, ja, dat is een manier, eigenlijk een soort uh, ja, uh, training bijna. Het is logisch, net als we het over die heart rate variability hebben gehad, dat natuurlijk is er variatie en er zijn allerlei stimuli die dat endotil waarop het reageert. Het is maar goed ook dat het reageert. Ja. Het gaat erom van uh, op de lange termijn, wat gebeurt er dan? En dat beeld wat laat zien van dichtslippen, uiteindelijk van slagaders, ja, dan praat je over nou, uh, jaren, tientallen jaren, waarbij je continu, eigenlijk, uh, nou, te veel cholesterol of te veel vet continu aanbiedt. Ja. Aan dat en, waardoor dat end to helemaal uitgeput raakt en niet meer normaal. Reageert. En nou wordt er in de documentaire Game Chaser gezegd, met ons huidige westerse dieet, ja. waarin wij continu uh, dierlijke producten, vlees, ja. vis en melk consumeren, is dat precies wat er aan de hand is? Nou, misschien. Is, jurgen? Er zijn associatiestudies waarin ze inderdaad in twee groepen mensen gaan ze natuurlijk, uh, vergelijken. Ja. En dan begint het al mee, oké, okay, er wordt dieet bijgehouden, natuurlijk via een soort uh, vragenlijst. Mm -hmm. En dan, euh, nou, dan kijken ze tien jaar later of zo, of twintig jaar later, idealiter. En dan gaan ze, nou ja, je begint dan mee, hoe meet je dat? Ja, het mooiste zou zijn als je die mensen zo lang vervolgt, tot je wacht tot ze doodgaan. Ja. Of een hartaanval krijgt. Ja. Dan weet je echt van, oké, okay, op de lange termijn. En dan, maar dat kan gaan, gaan niet ze niet. Mee, dus nee, wat nee. zij doen, zij meten gewoon cholesterolwaarde in het bloed, ontstekingsmarkers bijvoorbeeld. Ja. Allerlei pseudo- of uh, ja, surrogaat markers, vaak. Want ze weten ja. niet helemaal. Dat is wel een groot verschil, hè? surrogaat of ja, pseudo. Sur want ja, pseudo veronderstelt dat ja. het niet juist zou zijn. Surrogaat markers, want als je bijvoorbeeld naar ontstekingsmarkers, daar heb je er tientallen van. En de ene gaat naar zo'n vet challenge iets omhoog, de andere gaat weer iets omlaag. Hangt ook precies van de timing af. Dus je kunt daarmee, en dat doen zij ook, je kan precies uitkienen. Welke waarde welke je pakt je neemt. en wat dan de ja. uitkomst van je onderzoek is. En dan kom jij tot een conclusie, dat lees ik ook in je stuk. Zij doen aan cherrypicking. Ja. In de zin, zij zetten alleen maar op een rij onderzoeken. Ja. En dan zeg je er ook nog bij, niet eens zulke sterke onderzoeken nee. die hun mooi uitkomen. Want je, zij laten wel mooi de bronnen zien. Maar als je dan de tijdschriften die daarbij horen, denk je... Ja, dat is geen nature of science. Dat nee. zijn wat tijdschriften. En voor de mensen de die wat minder wetenschappelijk onderlegd zijn... Wat maakt dat uit? In dat welke maakt, tijdschrift nou, ik denk toch wel... Uh, de, uh, op, de kwaliteit van een tijdschrift zegt gewoon hoe goed is er naar gekeken. En hoe vernieuwend is dit onderzoek? En hoe, uh, ja, hoe goed is dit onderbouwd? En uh, ja, daar, daar hangt het. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om een, een review of een analyse van meerdere studies. Ik denk, die associatiestudies zijn er nu wel van te veel rood vlees eten. vol. dat was een hele discussie vorig jaar gaande van rood vlees is nou was toen kankerverwekkend, volgens mij. Of ja. Dat, dat is dan de Uiteindelijk eerste... wordt dat gewoon ja. keihard gezegd ja. in Game Changers. Vlees eten is dus kankerverwekkend. Ja. Nou, een stap terug is eigenlijk verhoogd het risico op kanker. Ja, en dan, dan praten ze al vaak over met wel uh, 100% procent of 50%. Procent. Dat is heel wat, hè? Ja, nee, serieus. Maar dat zijn dan uh, de, de relatieve risico's. Want als je dan kijkt van wat het uh, dan de, de echte... Uh, uh, absolute risicoverhoging is, is bijvoorbeeld dat normalitair het risico yeah. op het krijgen van kanker als je geen vlees eet 1% is. Yeah. Dat neem ik dan ergens Even uh, laag. een voorbeeld, hè? ja, laag. En als je, mensen, dus die groep mensen die hebben ingevuld, ja, ik neem en dan liefst heel veel vlees, yeah. uh, minimaal 5 uh, ons op een dag, ik, uh, ik noem ze het dan, maar dat is. Yeah. En dan zie je dat, nou, aan de hand misschien van die markers of uiteindelijk van hun of zijn hartaanval ontwikkelen dan Zie je dat verhoogd worden naar anderhalf procent. En dan zeg je van 1 naar anderhalf procent ja. is 50-procent increase. Ja, ja wat, zo laten zij dat zien. Ja, zo is. Maar in een absolute risico is het een half procent. Oké. Okay. Dus waar okay. praten we over? Okay. Het, het okay. risico is laag en ja, wordt iets minder laag. Dus dat is een beetje de manier waarop je het presenteert. Dat is denk ik, ja. De, nou, dat is weinig gebalanceerd en daar gaat een wetenschapper in mij, of een wetenschapsjournalist gaat wel af. een beetje. En dat, dat heeft dat verhaal helemaal niet nodig. Nee. En dat is gewoon jammer. Zee, ik Want terug naar dat verhaal en mm -hmm. naar Jurgen de Amateursporter en naar Gerrit de Amateursporter. Ja. Wat heeft het met jou gedaan toen je gekeken hebt? Nou, ik uh, keek met mijn vrouw ja. en die, uh, die is daar ook wel, uh, wel gespitst op. En die, uh, die keek daar toch iets anders uh, uh, naar. En uh, ja, goed, dit is een discussie die denk ik in elk huishouden gevoerd wordt. Als je een beetje natuurlijk... Over meer uh, of minder vlees ja, eten. met name over minder vlees ja. eten natuurlijk. Ja, 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 ja. en dan uh, hebben we natuurlijk te maken met kinderen die hun voorkeuren hebben. En uh, nee, maar dat we minder vlees uh, uh, willen eten, uh, daar zijn we ook gewoon mee bezig. Dus dat is het... Uh... Maar wat was het effect van deze ja, documentaire nou, op jou? Ja, nou, dat, uh, ik, dat ik uiteindelijk uh, daarmee ik kon inkomen, een paar... Nou ja, een paar dingen die mij ook weer aan, we aan, het, aan het denken zetten. Was bijvoorbeeld, dat vond ik een leuke uh, opmerking. Dat uh, de vraag werd gesteld: van uh, oh ja, hoeveel vlees moet een, uh, een os eten ja. om, uh, om zo sterk als een os te worden? Ja, dat zei die gewichtheffer. Ja. Hoe komt het dat jij zo Precies. sterk als een os bent? Ja. En dan uh, antwoordde hij van. Uh, ja, heb jij ooit een os vlees zien eten? Ja. En daar komt het. Te, en laatst met cijfers inderdaad zien, eigenlijk de inefficiëntie natuurlijk van uh, het voedselsysteem. In ieder geval als het puur om, om eiwit aanbod ja. gaat. Je laat koeien uh, uh, plantaardig eten, gras, noem maar op. Ja. En uiteindelijk. Haalt... Om dat als koe om te zetten in spiermassa. Ja. En dan slachten we dat en eten wij dat. En als dat als eiwit. is die efficiëntie, is iets van. Hey, uh, ja, uh, uh, 1 op, op zes hou je over hè, van, ja. uh, van de hoeveelheid eiwitten die eigenlijk in, in het uh, in, in voedsel van de koe zit. Ja. En dan wordt daar ergens die vraag gesteld. Ja, waarom gaan we niet meteen eigenlijk kunnen we toch veel Gas slimmer? eten. Maar waarom eten we ja. zelf geen gas? Ja. ja, nou ja, en dat wordt dan niet echt beantwoord van ja, gaan ze op zoek natuurlijk met... Nou, de tanden, hè, van hoe onze tanden eruit nou, zien. Die ja die is bij dan mij blijkt... ook wel blijven plakken. Ja, Zo, dit ik, is wel he? een hele spoiler. Ja. Maar dan hebben we inderdaad iemand... Wat is hij? Hij is, is, is botdeskundig of ik weet niet wat hij is. Ja. En zegt hij... Ja, kijk eens naar je tanden. Ja. Heb jij nou de het gebit van een leeuw of een tijger... die antilopen zijn stuk gescheurd? <laughs> of ja. lijken jouw vierkante afgeplatte tanden... Ja. meer op dat van een paard of een ja. koe... die de hele dag gas staat te malen? Dat is een, ja, dat zet mij ook aan het denken. Uh, ik denk toch van... Uh, He, want hij betoogt dan... wat nou, wij zijn ja. van oudsher vleeseters. Onzin, wij zijn helemaal en geen En dan vleeseters. laat ze het darmstelsel volgens mij zien van een mens... Ja. wat een stuk langer, et is dan een van, een, van een echte vleeseter. Ja. Maar dan denk ik, laat dan ook even het darmstelsel van een koe zien... Ja. Dat nog, dat is nog uh, veel langer. Ja, met ja, ja. Uh, extra magen, et cetera... Ja, wij zitten daar ergens toch tussenin. Oftewel, we zijn een soort ratten omnivoren, we Klopt. eten alles. En, yeah. en vergeet niet, uh, wij koken ons voedsel en, en bakken het en braden het toch aan. Waardoor het wat smeuiger en wat makkelijker te behappen is. Ja. Wij gaan toch dat rauwe, rauwe biefstuk, uh, ja hoogstens als carpaccio, eten. <laughs> ja, ja, ja. Dus daarmee, uh, dat, daar zit ook wel een uh, volgens mij een evolutionair dingetje aan van uh, chimpansees. Uh, die doen gerust 5, uh, 6 uur over de vertering van hun maaltijd. Yeah. Wij mensen uh, moeten toch een stuk efficiënter zijn. Om, uh, ja, al is het maar voor ons om te gaan sporten. of uh, deze podcast te gaan opnemen. dan is het wel fijn dat je binnen een half uur of een uur. klaar bent, eigenlijk met dat verteren. Met verteren, ja, ja. En uh, in die zin, uh, ja, daarvoor is een, een korter darmstelsel... helpt daar allemaal mee natuurlijk. En het feit dat we uh, of, nou ja, voedsel koken, et cetera. Dus in die zin denk ik, ja, jullie schetsen het weer net even. Je ja, ja, het is gewoon cherrypicking. Dat is het woord natuurlijk wat, wat op, uh, opkomt bij mij. Je haalt, ja, je, je spreekt met mensen die... Ja, of je knipt dingen eraan. Ik durf of, hem nog uh, wel scherper te zeggen. Ik had dit gekeken. Ik liep naar beneden, naar mijn Joël. Ja. En ik, ik, ik zei ook: Dit is propaganda. Ja. Ik heb net anderhalf nou. uur propaganda gekeken. En dat is zo. echter, jammer. echter Het heeft mij wel beïnvloed. Oké, okay, ja. In de zin dat ik wel uh, nu op een spoor zit. dat ik denk, ja, maar dit wil ik wel onderzoeken. En de, de, maar dat is dus de, de, de twijfel. Ja. Want ik besef dat ik natuurlijk. Uh, nou, hersenspel is een groot woord. Maar ik besef dat ik een bijzonder eenzijdig verhaal te horen gekregen heb. Ja. Maar dat is wel verdomd goed verteld. Ja. Uh, en het roept bij mij vragen op die me wel laten twijfelen over mijn huidige overtuigingen okay, van ja. mijn dieet. Ja. maar ik wil eerst van jou weten, want ik heb nu de vraag al drie keer gesteld. Wat is, was het effect op jouw nou, qua de, voeding? As we speak, hè, deze week is de week uh, zonder vlees. Ja, niet uh, op het ja. moment dat we dit publiceren, maar nou, wel op het moment dat we dit opnemen. Zeker, uh, daar heb ik me voor aangemeld en daar hou ik me ook gewoon uh, echt aan. Dus... En dat komt door Game Changers. Dat uh, heeft daar deels aan bijgedragen, zeker. Dus het uh, al. Want kan je analyseren dan, wat was. Was het in dat verhaal, even beyond al de wetenschappelijke skepsis, dat jou toch heeft geraakt om in beweging te komen? Uh, nou, daar denk ik toch eigenlijk. Uh, ja, met name, nou, ik was ook in de veronderstelling: deels dat die plantaardige, dat, dat komt daar loops... Uh, aan bod. Wel daar, plant, de mi het misverstand van plantaardige eiwitten. Dat die. Uh, ja, dat je daarmee iets mist ten opzichte van de dierlijke eiwitten. En dat is inderdaad als ik uh, nou, websites van tien jaar geleden kijk, misschien nog wat recenter, komt dat toch steeds weer naar, naar voren. Kijk uit en dat wordt dan ook gekoppeld natuurlijk aan, aan bepaalde vitamines. vitamine D, vitamine B12, ja. ijzer met name. Ja. Uh, ja, er zijn dus op een puur plantaardig dieet... Zonder vlees mis jij bepaalde ja, belangrijke essentiële bestanddelen. Ja. En dat zat er denk ik toch wel in mijn achterhoofd ook nog sterk. En inmiddels nu ik die studies heb uitgezocht over ook die... Uh, de, dat inderdaad je wel even moet kijken van de snelheid van aanmaak van spiereiwit kan wat trager lopen. Dus minder efficiënt is dat uh, plantaardige eiwitten of aminozuren worden opgenomen. Ja. Maar dat dat uiteindelijk gewoon een kwestie van iets meer is en, uh, en dat je niet hoeft zorg te maken echt over tekorten aan nee. dingen. Dus ik denk dat dat voor mij eigenlijk, uh, dat heb ik meegenomen. Uh, als ja, zo kort, aan B12 wordt ook verder ja. benoemd in game changes. Zeggen ze ook, ja, moet je supplementen ja. verslikken. Ja. Ja, ja. ja, goed, liefst wil je niks uit. uit of nee. ik ja, ik, ik ook niet. Ik wil liever niet uit dat is Maar aan de andere kant denk ik, ja... Het, het, wat tegenover elkaar wordt gezet van. Alsof je als vleeseter dat je dan ook alleen maar vlees eet, zo'n beetje. Dat nee. je, en geen groenten en geen fruit. En dat is gewoon ergens, denk ik, ja, veel te kort door de bocht. En dat is misschien in die vergelijking van die studies ook van kijk, uh, je kan prima denk ik vlees eten... Als je, zolang jij dat doet in combinatie met uh, plantaardig... met planten en, en, uh, en fruit. Ja. Alleen nu wordt het een beetje tegenover elkaar gezet. Je moet kiezen. Ja, nou, ga je dat, rechtsaf voor, uh, voor, voor planten en, en, en fruit? Volledig plant-based. Ja. Ja. Of ga je linksaf voor, voor vlees en dan bijna alleen maar vlees. Dus, uh, en ja. ze wekken de suggestie, en ik geloof niet dat ze de claim maken, maar ze wekken de, 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 de suggestie door al deze topatleten op te voeren. Ja. dat deze atleten zo goed zijn en Klopt. zo hard kunnen en ja. zo ver kunnen, omdat ze geen vlees ja. meer eten. Dus Edwin Moses, daar begon het al mee. Inderdaad, die Amerikaanse baanfietster. Ja, uh, de ultraloper. Uh, de, uh, ultraloper uh, de, ja, zo wordt eigenlijk uit elke discipline iemand opgepakt. Uh, Carl opgevoed. Lewis, ja. die op latere leeftijd. Nou, Schwarzenegger. En we, we reden om daaraan te. Nou, dat is even zij ja. Het viel mij dus op: Executive producers, ik, ik zit zelf in de ja. mediaproductie. Dus ik kijk daar dan naar. Mm -hmm. Deze film wordt betaald door Arnold Schwarzenegger en Jackie Chan. Ja. is dat dan voor een raar ja. duo. Wat is hun doel? Ja, maar ik zag ook daar uh, uh, Djokovic bij staan En. Ja, dus dat heb ik ook wel ergens weer bij een, een recensie gelezen. Ja, een aantal ook van die wetenschappers en deze mensen worden betaald weer vanuit de voedingsindustrie die zich bezighoudt met uh, plantaardige producten. Oh nee toch. Ja, oh, nee, dus toch. daar moet je ook een beetje doorheen prikken. Ja, uh, ja dat, dat, dat maakt het gewoon uh, lastig en, uh, en ingewikkeld. Maar... maar ik durf daar toch wel iets aan te Want ik had al ja. het vermoeden toen ik zag dat we het hierover gingen hebben... dat jij natuurlijk de wetenschap hierachter helemaal ja. onderuit... Uh, of nou, dat valt nog mee, maar kritisch op zou zijn. Mij heeft het ook bewogen, maar dat komt eigenlijk door iets anders. En dat is omdat ik een drieslag zie. En dat is, ja, ze zitten op gezondheid en sportieve prestaties. En mm -hmm. uh, nou ja, ook al neem ik dat met tien korrels zout. Vervolgens zitten ze op het argument over duurzaamheid, ja. betere wereld. De hoeveelheid water, de hoeveelheid ja. grond. die gebruikt moet worden voor vleesproductie. Ja. Even grond, niet alleen natuurlijk die weilanden waar die koeien op gaan. Ja, was me zo, ze staan natuurlijk allemaal in de stal. Maar met name alle grond die nodig is voor de mais ja. en de soja. om die beesten ja, te voeren. voeren. En dan het derde argument, dierenwelzijn. Uh, waar ik van nature. Uh, niet het meeste mee heb, maar ik ben wel geraakt. Er zit ook zo'n game ranger in, hè? iemand in ja. Afrika die beschermde diersoorten uh, of bedreigde diersoorten beschermt. En je zegt, ja, wat voor gek ben ik eigenlijk? Ik, mijn werk is dieren beschermen en dan s'avonds gooi ik een dier in de pan. Wat een dubbele moraal. Ja. Nou, nogmaals, persoonlijk ben ik nog niet zo ver om, om, om een dier gelijk te stellen met een mens, maar hij zit er wel. En dan ga ik rennen, ja, oké. Okay. Dus als al die claims maar voor de helft waar zijn. Dan heb je eigenlijk nog steeds wel heel veel argumenten. Ja. om eens te kijken. of je niet meer plantaardig gebaseerd ik, kan gaan eten. Ben ik het helemaal mee eens? Ja. Ah, hè? En dat, uh, dus in die zin. dan vind ik het wel ook als ja. maker knap gemaakt. Ja. Hè? Want ze hebben toch. Uh, ook, al, ook al kun je zeggen het is propaganda. ze ja. hebben wel een verhaal neergezet. wat Absoluut. mij in ieder geval raakt. Ja. zonder zielige beestjes ja. en bloed. en weet ik het ja. allemaal te laten zien. Dat hè? hebben ze goed gedaan. En inderdaad, door die sporters aan het woord te laten. ze volgen die Scott Jurek, hè, die ultraloper. Ja. Eigenlijk de Jacomina Jacomina in van Amerika, ja, <laughs> die dan uh, de, uh, de, de Appalachian Trail uh, loopt. Dus dat is ergens volgens mij vanuit uh, Atlanta, Georgia, helemaal naar het noorden uh, richting Maine, ja, blessures, tegenslag, noemen, alles maar krijgen, uh, maar op krijgen. En dat eigenlijk puur inderdaad op een plantaardig dieet doet. En dat is inderdaad wel grappig. Dat uh, Jacomina vertelde mij dat ook. Zij is dat dan Even weer een voor de uitzondering mensen die op. deze podcast ja. voor het eerst kijken of luisteren. Wij hebben Jacomina Eikenboom geïnterviewd over haar Trans-America Triathlon. Ja. Aflevering 5 is dat. Dus uh, ga maar op zoek als je hem nog niet gezien hebt. Dat ja. zei zij uh, ja. In, in, deze, in die ultra-wereld is het inderdaad ook hot. Of daar heel veel uh, vegetariërs komen je daar eigenlijk ook tegen. Oké. Okay. En uh, ja, dus in, in die zin. Uh, en zij, zij doet daar op zich. Ja, zij kijkt gewoon naar alles wat zij lekker vindt met name. vindt het heel belangrijk. Maar dat zijn er vaak ook vijgen, et cetera, in die hoek. Toen dacht ik van... Ja, dat is waarschijnlijk uh, omdat daar weer... Ja, daar loop je op een gegeven moment... Uh, dat is natuurlijk een groep mensen die... Ja, vaak ook bewust bezig zijn, natuurlijk, met uh, omgeving, natuur. Uh, waarom... Ja, ze brengen er nogal veel tijd in door. Ja, ja. en uh, ik denk dat dat ook uh, in die groep uh, atleten juist logisch is. Dat zij zich daar. En dan is belangrijk hun energie-inname. Dus die zullen echt van de hoed en de rand wel weten. En zullen heus wel weten dat je geen uh, vlees nodig hebt voor je energie. Dus in die zin, uh, ja, is, is dit denk ik. Door, juist doordat je het spectrum van de, de mannetjesputters tot aan de, van de Amerikaanse voetbalspelers tot aan die duurmensen, allemaal meeneemt in, in het verhaal. Dat vind ik denk ik ook wel sterk. Nog één laatste opmerking is toch wel die wetenschappelijke proefjes die hij doet. <laughs> nou ja, jij, we, hadden, we hadden het al over dat dat, dat bloed wat afgedraaid ja, wordt en ja. dan wat troebel eruit zit. Logisch, omdat daar ja, dat is bij iedereen, dat dat vet Wordt uiteindelijk opgenomen in het bloed. In, in, uh... Ja, en je zei als je ze flink avocado had laten eten, ja, uit die troepelheid ook gezien. Precies, en ja. het, dat, ja, uh, dat vond ik nog oké. Okay, maar dit later was natuurlijk dat, uh, dat lachwekkende. Uh, Erectieonderzoek, hè? Ja, ja. Uh. voor de mensen misschien toch even vertellen. Ze doen een proef. Geef iemand een burrito met vlees. Ja. En geef iemand een burrito, uh, vegetarische ja. burrito. Leg een of ander apparaat om <laughs> zijn snikkel de hele nacht. En meet ja. hoeveel erecties ze krijgt. Ja. En tada, binnen één nacht Precies. heb je hardere en langere erecties. Ja. Nou, over mannelijkheid ja. gesproken. Waar meteen, uh, toen dacht ik... Ja, deze proef, een beetje flauw, is niet goed uitgevoerd. Want nee. ze begonnen de Vertel eerste, eens even, meneer de wetenschapper. De, de eerste nacht hadden ze inderdaad het... Uh, het plantaardige burrito en dan die tweede nacht. Nee, andersom. Ze begonnen met vlees. Ze begonnen met vlees. Ja, ja, en hij liet een verbetering zien, okay. de tweede nacht. Ja. Ja, ja, ja. Juist. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan moet je eigenlijk je controles meenemen. Ja, die, die Amerikaanse voetbalspelers zijn dus van huis... Ja, vind jij het gek dat zij... zijn al twee nachten... Dat vandaag, zijn vrienden. jonge kerels, hè? Dat zijn natuurlijk uh, een beetje mannetjesputters, hè? Je, je, ja. Anders, ja, dat, zijn, dat, dat is in die sport ja, zo. veel testosteron. Veel testosteron. Dus vind jij het gek dat die tweede nacht... dat ze dan uh, ja, toch iets meer denken Oeh, aan het thuisfond? Die die controlegroep hadden we even Kijk, moeten hebben natuurlijk. Hier, ja, daar ja, heb ja, ik jou. Dus ja, ik probeer ja. natuurlijk ook steeds uh, weer te denken... ja, ah, waar klopt hier iets niet van? Los van het feit van, ja, wat zeg mij maar nou... Uh, een, een N is 3 en het meten van, uh, van je erecties uh, ja. na zo'n maaltijd. dacht ik, ah, dit hadden ze. Maar de, 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 dit, dit is eigenlijk lachwekkend. Want Stefas is dan de onderzoeker. Is iemand in een witte jas. Hè? Ja, dat ja, is ja, heel toch? cliché. Ja. Heel uh, nou ja, dat allemaal samen. Ja, dat, ja. Van mij had dat niet gehoeven. Maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde kijker dit... Dat uh, het, het helpt in het vertrouwen. Ja. Maar goed, en dat is dus ook precies het randje wat mij stoort. Want daarmee wordt het propaganda. Ja. Want je merkt niet zelf de eerlijke nuance tussen dit en... Maar goed, nou, anyway. Het is een goed okay. verhaal. Het raakt. Ja. Het zet in beweging. Ja. Ja. Maar nu een hele spannende. Want dan komen we tot onze belofte. Is dit nou de grens? Waar ligt de grens tussen zinvol en onzin? En dan ga ik hem, denk ik, op een paar manieren stellen. De eerste, uh, die een beetje onder de hè, titel van de aflevering, Beter presteren op een vegetarisch dieet. Nee, dat is de tweede. De eerste, wat eigenlijk in de, in de documentaire wordt gezet, is het ongezond om vlees te eten. Dat is eigenlijk wat ze betogen. Z zeggen wij daarvan, dat vinden wij onzin of zinvol? Ja, uh, voor amateurs, hè? Voor amateurs. Dat vind ik onzin. Dat, is, dat gaat te ver. Hè? Maar ja, de andere, ver, ja. de omgedraaide, beter presteren op een vegetarisch dieet. Is het zinvol ook voor amateurs om wellicht meer plantaardig, uh, een meer plantaardig dieet te gaan houden? Absoluut, zin. Vanuit sportieve prestatie ja. gezien ook. Durven ja. uh, in mee te gaan. Ja, ja en, en dan wat ik ook zeg: ja, de nuance: al is het niet sportief, dan is het wel voor de wereld of voor de dieren. Of Er zijn meerdere motieven waarom ja. dit een goed idee is eigenlijk. Ja. 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 En verder, tot slot, voor mensen die hem nog niet gezien hebben... en nu bijna door al onze spoilers uh, gehoord hebben hoe die gaat... aanraden om nog te gaan kijken? Ik vind het wel, ja. Ja, toch? Zeker. Al is het maar ja. dat je mee kan praten ja. op, de, op de borrel. <laughs> ja. Mooi. Nou, wij zijn benieuwd om te horen van jou... of jij hem gezien hebt en, en hoe jij tegen deze documentaire aankijkt. En nog veel leuker en interessanter natuurlijk... welke keuzes heb jij naar aanleiding van het kijken wel of niet gemaakt? In hoeverre ben jij al flexitarisch, vegetarisch, veganistisch... En vooral waarom, dat willen we wel horen. En dat kun je op een aantal manieren aan ons laten weten. Bijvoorbeeld via social media zijn we te vinden op Instagram en Twitter via het Slimmerpodcast. Iedere aflevering van deze Slimmer Presteren podcast heeft ook een eigen pagina op onze website slimmerpodcast.nl. En daar kun je onder reageren en jouw verhaal met ons delen en wij reageren altijd. Of als je je daar niet prettig bij voelt, kun je ons ook een e-mail sturen via post-slimmerpodcast.nl. En wat we het allerleukste zouden vinden. als jij nog iemand kent. voor wie dit verhaal ook leuk of interessant zou kunnen zijn. die ook bezig is met zichzelf te verbeteren. in hardlopen, fietsen, triathlon, fitness, voetbal. maakt ons eigenlijk niet uit welke sport. Stuur het linkje naar de Slimmer Posteren Podcast even naar ze door. En laat ons even weten, bijvoorbeeld in Apple Podcasts, wat je van deze podcast vindt, door een review achter te laten. Druk op 1 tot 5 sterren. En als je nog een half minuut extra tijd hebt, laat ook even een berichtje achter en vertel ons waarom je het aantal sterren geeft wat je geeft. Tot zover. Dit was onze wekelijkse kop koffie, Jurgen. Tot volgende week. Tot volgende week.